Hi, ik ben Jurgen Rijmen en jij kijkt naar Knakfocus live op het internet. Wel, ik heb Edsel. Edsel is die Antilliaanse staatswacht, die praten ongeveer zo'n beetje. Dan heb ik natuurlijk Tante S, je weet wel, iedereen kent Tante S. Leuke jonge famme. En natuurlijk, ik heb Ahmed, Ahmed de Slager, de Marokkaan, heeft zo'n razit. En verder, ik heb meer, wat voor een type is, natuurlijk, ik heb Indische typetje, niet Indische typetje. Indische typetje is Indonesië, eigenlijk Javaan uit Suriname, in Ferdinand Pabiro. Maar deze kan ik niet zoveel hier in Nederland, dus ik doe niet zoveel. En dan verder, tot slot, even kijken naar wat is nog. Ha, ik heb die Hindustanse type. En die Hindustanse type, die praat een beetje, weet je wel, dat gaat ongeveer zo dan. Ja, dat is het, dat zijn mijn typetjes een beetje. Mijn voorouders komen uit Duitsland, uit Kerfenheim. Mijn bedovergrootvader die is met zijn familie vanuit Kerfenheim naar Roermond vertrokken in Nederland. Mm-hmm. En toen is een van de zonen is naar de West vertrokken. Die heeft daar een kind gekregen met een Nederlandse vrouw. En die zoon is getrouwd met mijn overgrootmoeder. En die was een dochter van een slavin en een Hindustaanse immigrant. Dus zo ben ik aan de naam Rijman gekomen. Dat is de kant van mijn vader alleen. Aan mijn moeders kant is mijn grootmoeder is Jodin. En mijn grootvader is een Indiaan, een Amerikaan. Zo'n Karaïb, een Zuid-Amerikaanse Indiaan. Dus ik heb voorouders uit vier werelddelen in me zitten. En dat is ook het leuke. Ik kan me nooit gediscrimineerd voelen en ik kan ook nooit discrimineren. Want ik hoor overal bij. Dus je kan ook zeggen van je hoort nergens bij. Maar ik zie het juist andersom. Ik hoor overal bij en dat zie ik toch als een zegen. Aan de andere kant merk je dat de Nederlander vaak heel erg gedreven is, weet je, veel meer ook op tijd en alles. En ja, de Vlaming over het algemeen is toch een beetje meer laid back en denkt van jongens, weet je, komt wel goed. Dus ja, maar dat er gaat, kan ik als Surinamer misschien meer vinden in de Vlaming dan in de Nederlander. Maar ja, ik ben in dit land geboren, hier opgegroeid, dus ik weet helaas meer van Nederland dan van België. Nee, want ik heb problemen met het accent goed na te doen, dus... ik heb ook problemen om een Nederlands accent echt goed te doen. Maar een Vlaams accent, dat vind ik helemaal een probleem, eerlijk waar. Nog een beetje werken aan. Nog een beetje aan werken, ja. Dus dat lukt me niet echt. Dus daarom moet je dat ook niet doen. Je moet een typetje doen als je goed dat accent te pakken hebt. Laatst heb ik in Rijmen is laat een Nederlands typetje geprobeerd en was niet echt een succes. In Marokko hebben de ouders een bepaalde discipline van huis uit meegekregen die gepaard ging met een strenge sociale controle in het dorp waar ze opgroeiden. Op een gegeven moment zijn de mensen hier naartoe gekomen en naar België toe gekomen. De tweede generatie zie je nou, die hebben dus wel die strenge opvoeding thuis, maar missen die sociale controle en die discipline op straat. En dan gaat het mis, want ze krijgen nu een soort van vrijheid die in hun beleving, waarmee ze niet goed kunnen omgaan. En dan is ontsporen heel makkelijk. Ik zeg altijd van als je dat wil oplossen, laat gewoon uit Marokko een aantal agenten komen. Want ze hebben allemaal een dubbele nationaliteit. En zeg gewoon van luister, als je het in Marokko oplost, los het hier ook op voor me. Nou, ik durf met je te wedden dat binnen 6 weken alle Marokkanen problemen zijn omgelost in België en in Nederland. De sharia eigenlijk dan? Of? Nou, niet de sharia, maar gewoon flinker op los, Tim. Maar ik bedoel, ze krijgen er echt op hun donder. Het is niet per se de sharia. Want in Marokko wordt er niet met de sharia gewerkt alleen. Maar gewoon, er wordt van je geëist dat je goed gedraagt op slaat. En een politieagent heeft daar gezag. Die timmert je gewoon in elkaar als je grote bek opzet of als je fout gedrag vertoont. En bovendien, door de hele buurt kijkt je met de nek aan als je crimineel gedrag vertoont. Dus daar heb je het veel minder dan hier. En dat heeft gewoon te maken met de sociale controle die hierin is. En ook de politieke correctheid die we hebben gehad in Nederland en België altijd. Van laat ze vooral in hun eigen waarde. En nee, je bent hier, je moet je aanpassen. En als je niet kan aanpassen, dan ga ik je op jouw manier aanpakken. En dan timmer ik je half Lazarus, zodat je door hebt. Ja, sorry, maar zo zie ik het wel. Op een gegeven moment in Nederland in de jaren 70, eind jaren 70, hadden ze ook een probleem met de grote aanwas Surinamers die hier naartoe waren gekomen. Nou, ze hebben een paar Surinaamse agenten geïmporteerd. Nou, voordat je dacht, waren de problemen opgelost. Dus het werkt wel. Nou, ik denk dat het gewoon leuk is om een kijkje te nemen in de Surinaamse keuken. Dat, voor iedereen die een beetje nieuwsgierig is naar hoe dat in Suriname met families toe gaat, die zou je gewoon zeggen, kom kijken. En als je totaal geen affiniteit met andere culturen hebt of zo, dan moet je ook niet komen, dan ga je er niets aan vinden. Na dit programma kom ik nog met één theaterprogramma, een one-man show, dat heet Vrede. Vrede met de F, betekent bang. Het gaat over de angsten die
in ons allemaal zitten. De angsten waar we ons ook daar te laten leiden in het dagelijks leven. En daarna gaan we Tante S de musical maken. Tante S wordt eindelijk 70 jaar. Die is al 20 jaar, 69 en die wordt 70. En daar gaan we een grote musical omheen maken met de verjaardag van Tante S. Ja, nou, weet je wel, dat gaat ongeveer zo dan.